allemaal, Bauk hier weer met een nieuwe video. Met vandaag weer een Modern Warfare 2 gameplay met de Fish Clan Tag. Ik speel hier een potje 6 tegen 6 domination op de map Favela. Ik haal een tactical nuke en ik haal ook een leuke eindscore. Ik ga het nog niet verklappen. Ik maak best wel veel kills voor Modern Warfare 2 standaard. En ik ga best wel weinig dood. Dus ik dacht, dit is wel een leuke gameplay om te gebruiken. Ik heb helaas geen Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch. En ik wil jullie vandaag even gaan uitleggen waardoor dat komt. Want ik heb al een aantal keren vaker geen Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch geüpload. Maar daarvoor in de plaats gewoon een normale video zoals deze. En dat komt omdat het me op zich een beetje tegenvalt hoe lastig het is om 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2 te halen. Ik heb het natuurlijk al op Modern Warfare 2, Black Ops 1 en Modern Warfare 3 gehaald. Op Black Ops 2 is het ook wel mogelijk 50 plus kills in een potje Team Deathmatch. Ik heb per slot van rekening al een keer 49 kills in een potje Team Deathmatch gehaald in de Road to 50 plus kills serie op het kanaal van Fish. Als je die aflevering nog niet hebt gezien, zou die zeker even terugkijken. Ik weet eerlijk gezegd niet per se welke aflevering het was, maar ja, dan kun je zelf gewoon wel even opzoeken. Het was in ieder geval op de map Carrier, dat weet ik me nog wel te herinneren. Maar in ieder geval, het valt me dus een beetje tegen, want ik dacht, ja, op Black Ops 2 heb je pittig overpowered score streaks. Ik bedoel, je hebt Swarm, je hebt Lodestar, K9 Unit, Stealth Chopper, Escadrone, Warthog. Allemaal best wel veel streaks die veel kills maken. Dus ik dacht, nou, dat gaat vrij makkelijk lukken. Dat zal wel een van de makkelijkste Call of Duty's zijn. Maar dat valt pittig tegen, want op Black Ops 2 heb ik best wel vaak last van de matige hitdetectie. Ik vind bijvoorbeeld op Modern Warfare 2 en 3 de hitdetectie echt spot on. Als je raak schiet, krijg je ook echt altijd hitmarkers, maar op Black Ops 2 heb ik dat gevoel niet. Ik heb echt het gevoel alsof ik veel meer kogels moet gebruiken om iemand te killen dan dat ik dat nodig heb op Modern Warfare 2 en 3. Omdat ik het gevoel heb dat de hitdetectie daar gewoon een stuk beter is. Dus vandaar dat het even wat lastiger is voor mij om de 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2 te halen. Maar ik ga het natuurlijk nog steeds gewoon wel proberen te doen. Want ik vind het zelf gewoon een leuke serie om te doen. Zelf ben ik altijd wel iemand die het leuk vindt om naar gameplays te kijken waarin veel kills worden gemaakt. Waarin weinig keren dood wordt gegaan, als dat een goede zin is, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. En daarom doe ik ook zo'n serie, want ik weet gewoon dat ik dat kan. En ik denk ook wel dat er mensen zijn die het ook gewoon leuk vinden om mij te zien tryharden en gewoon die 50 plus kills in een potje Team Deathmatch te zien halen, want het is eigenlijk gewoon een race tegen de klok. Zo snel mogelijk al die kills oppakken en mijn teammates eigenlijk gewoon constant kills stealen. Want je moet gewoon ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk je killstreaks, oftewel scorestreaks haalt en daarmee alle kills oppakt. Maar ja, dat is me tot nu toe dus nog niet echt goed gelukt. Eén potje had ik dus 49 kills. Net één killetje te weinig, helaas. Maar ja, dat geeft dus wel aan dat het zeker wel mogelijk is, de 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2. Het schiet er maar één kill vanaf en volgens mij heb ik het ook wel eens een keer gehaald, hoor. Maar dan niet in deze serie. En dat gaat denk ik vanzelf wel komen. En als het niet lukt, dan ga ik bijvoorbeeld eerst met bijvoorbeeld Call of Duty Ghosts verder en dan kan ik later alsnog de 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2 halen, mocht het echt niet lukken. Maar daar ga ik niet van uit. Maar de reden dat ik dus nu weer even een normale video upload is omdat ik ook best wel veel andere dingen doe buiten YouTube. Ik werk nog best wel veel. En daarnaast zit ik ook nog gewoon fulltime op een opleiding op het HBO. Ondanks dat ik die opleiding waarschijnlijk niet af ga maken, of eigenlijk wel zeker weten niet ga afmaken, omdat ik de opleiding gewoon niet zo leuk vind. Ik doe bedrijfskunde MER op het NHL in Leeuwarden, voor de mensen die dat nog niet wisten. En ja, de opleiding, ik vind het zelf nog niet zo heel erg leuk. Dat heeft ook deels mee te maken dat ik eigenlijk school gewoon niet leuk vind. Maar ja, je moet toch een opleiding halen, want anders dan kun je later geen goede baan krijgen. En daar ben ik me ook wel van bewust. Dus ik ga wel gewoon proberen een HBO diploma te halen, maar niet op deze opleiding. Dus ik ga volgend jaar waarschijnlijk met een andere opleiding beginnen. En dan hopen dat ik dat wel volhou en die opleiding wel af ga maken. Want het is natuurlijk wel gewoon belangrijk om een goed diploma te halen. Maar ja, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Daar worden jullie waarschijnlijk al mee doodgegooid door jullie juffen, meesters, leraren, leraressen. En dan ook nog je ouders. Misschien zelf je opa en oma ofzo, ik weet het niet. Maar dat wordt in ieder geval heel vaak tegen je gezegd. Tenminste, dat is mijn ervaring daarmee. Ik ben wakker sinds gistermorgen 10 uur. Toen heb ik even wat gegeten en even rustig wakker geworden. Toen ben ik gaan werken tot 2:30 's nachts.
Toen ben ik nog even een paar uurtjes wakker gebleven, want ik moest 5 uur alweer uit bed. Omdat ik 8:30 weer in Leeuwarden op school aanwezig moest zijn. Dus ik dacht, ja, dan kan ik wel gaan slapen, maar dat wordt niks als ik dan ga slapen. Dan kom ik er nooit meer op tijd uit om 5 uur 's morgens. Dus ik blijf gewoon even die 2-3 uurtjes langer wakker. Ga ik naar school en dat heb ik dus gedaan. En nu ben ik weer terug van school, maak ik deze video. Ik zou ook Road to 50 plus kills in Apache Team Deathmatch op kunnen gaan nemen. Maar ja, er is dan een kleine kans dat het lukt. Omdat ik best wel vaak slechte potjes heb door lag, door connection interrupten, door vijanden die lieven. Ik heb altijd wel een aantal uurtjes nodig om zo'n video op te nemen. En ik dacht, ja, dan kan ik wel gaan proberen. Maar dan kom ik zo meteen weer in die situatie van dat ik 2-3 uurtjes op heb genomen. En dan is het alweer bijna 5 uur. En dan denk ik, ja, zal ik nou een normale video maken of zal ik nog even doorproberen met het maken van een Road to 50 plus kills in Apache Team Deathmatch. In die situatie ben ik al een aantal keren gekomen en dan lukt het me niet om op tijd een video online te krijgen. En dat vind ik zelf niet zo fijn. Ik wil graag altijd gewoon op de goede tijd een video online krijgen. Op mijn eigen kanaal, maar ook op het kanaal van Fish. Op mijn eigen kanaal sla ik de laatste tijd ook wel een aantal uploads over. En dat komt dus ook gewoon door tijdgebrek. Want ik werk gewoon veel en daarbij doe ik dan nog school. Dus dat is allemaal een beetje druk. Maar ik doe gewoon mijn best en jullie zien het vanzelf wel als er weer een video in jullie subbox verschijnt. Het is ook geen ramp als je een keer geen video hebt. Dan zijn er altijd nog genoeg andere YouTubers waarvan je een video kunt kijken. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze gameplay leuk vonden om naar te kijken. Het is weer eens een keer Modern Warfare 2, mijn persoonlijke favoriet. Echt, ik vind Modern Warfare 2 de allerleukste Call of Duty om te spelen en ook om te zien. Net als Modern Warfare 3, die vind ik ook heel erg leuk. Maar Modern Warfare 2 was mijn eerste Call of Duty. En daardoor heb ik een bepaalde voorliefde voor deze game ofzo. Ik weet niet wat dat is. Maar ik vind het altijd leuk als iemand Modern Warfare 2 uploadt. En ik upload het zelf dan ook graag. De laatste paar weken, misschien dagen, ik weet niet precies, upload ik ook voornamelijk Modern Warfare 2. En dat is ook mede omdat ik een Road to Commander serie op mijn eigen kanaal op Modern Warfare 2 doe. Dus als jij Modern Warfare 2 leuk vindt of andere Call of Duty's leuk vindt om naar te kijken, neem dan ook eens een keer een kijkje op mijn kanaal. Link staat altijd in de beschrijving, dus als je mij nog niet kent kun je daar heel erg makkelijk op klikken. Vergeet ook niet het blauwe duimpje omhoog, dat steunt Fish. En ook mij, als je mijn video's kijkt en je drukt op het blauwe duimpje omhoog, dan support mij dat ook. Dus vergeet dat niet, tenminste als je dat wilt doen, dan moet je het niet vergeten. Maar als je het niet wilt doen, dan is het natuurlijk ook goed. Plaats een comment wat je van de video vond. Het is altijd leuk voor de maker van de video om te lezen. En in dit geval ben ik dat dus. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.